We gaan naar Ferry mingelen meteen over de zetelverdeling, Ferry. Ja, Maartje. Eindelijk is het zover. Alles wijst erop dat de Provinciale Statenverkiezingen toch zijn uitgelekt. Uiteindelijk zijn er zelfs mensen daadwerkelijk gaan stemmen. Laat ik even beginnen met Schiermonnikoog. De opkomst was aan de hoge kant, 5. Dat is dus niet 5%. Dat zal wel een heel absurde opkomst zijn. Dat zijn 5 uitgebrachte stemmen. Dat komt neer op 0,01 promiel. En daarmee ligt het sympathieke Waddeneiland net iets boven het landelijk gemiddelde. Laten we die stemmen eens bekijken. Opkomst was dus 5, zoals ik net al zei. En van die 5 stemmen zijn er uiteindelijk 2 geldig verklaard. Eens even kijken hoe die verdeeld zijn. Eentje naar de ChristenUnie en eentje naar de Partij voor de Dieren. Hartelijk dank voor jullie medewerking, Hans en Geertje Kistenmaker uit Schiermonnikoog. Nog meer goed nieuws, want de opkomst bij de niet-stemmers was deze keer lekker hoog. Van de mensen die niet gestemd hebben, zei 98% geen idee te hebben waarom ze precies moesten stemmen. Dat is opvallend, want de mensen die wel gestemd hadden, zei slechts 87% dat. Goed, laten we het stemgedrag eens onder de loep nemen. De cijfers zijn van Maurice de Hond, of zoals wij hem in de wandelgangen noemen, Nipo de Clown. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Nou, misschien wel even leuk om tussendoor te vertellen. Ik zit ook in Second Life tegenwoordig. Daar heet ik Vieze Ferry. Zoek me eens op. Ik sta altijd bij die picknicktafels op het strand. Ah, kijk, die zocht ik. Nog wat resultaten van het onderzoek in willekeurige volgorde. In Laren heeft 80% van de stemmers wel eens meegedaan aan een ijsdansprogramma op tv. En in Osdorp zit 17% van de stemmers in een adviescommissie van de Marokkaanse koning. Goed, nog snel even wat korte analyses. Het stemgedrag van mensen met een laag inkomen. Het stemgedrag van brildragers. En het stemgedrag van mensen met een blauwe Volvo waarvan de lichten nog branden. Oh, dit gaat weer even mis. En dan als laatste lijkt het me nuttig om nog even te kijken naar deze opvallende grafiek die ik heb gemaakt. Ik heb het aantal stemmers per gemeente afgezet tegen het gemiddeld aantal klinkers in de plaatsnaam. Vermenigvuldigd met de openingstijden van de dichtstbijzijnde buurtsuper, waar je per saldo net iets duurder uit bent. Maar ja, daar staat weer wel het gemak van een winkel in de buurt tegenover. Oké, Ferry, we weten het nu wel zo'n beetje. Ga maar even liggen, dan ben je weer fris als je de waterschapsverkiezingen moet doen. Ja,